dag, Sander, we gaan het hebben over laadpassen. Ik dacht, ja, wat kunnen we daarover vertellen? Maar we kunnen toch een aantal dingen over vertellen. En het is wel nodig als je elektrisch gaat rijden. Ja. Je hebt in ieder geval een pas nodig. Nou precies, ja, dat is misschien wel het belangrijkste. Je kunt niet gewoon je creditcard of je pinpas tegen zo'n paal aanhouden. Nee, best apart eigenlijk. Maar, ja. Ja, eigenlijk best gek. Ja, je ziet ook wel dat ze in Duitsland en zo, in andere landen zijn ze daar wel meer mee bezig. Ja. Nederland nog helemaal niet. Nee. Maar je hebt inderdaad een laadpas nodig. Ja. Ja, dus ja. Dat is eigenlijk essentieel. Laadpaal thuis, leuk, maar die laadpas is misschien nog wel belangrijker. Misschien nog wel belangrijker, ja, ja. Dan kan je in ieder geval op heel veel verschillende plekken laden. We staan tussen een Kia en een Tesla. Want ik dacht, ja, het gaat er niet alleen over laadpassen, maar het gaat ook over betalen voor het laden. Ja. Bij Tesla heb je nog, ja, ik weet nooit wat de huidige status is, of ze nog aan supercharger gratis doen of dat het tegenwoordig allemaal weer betaald is. Nou, tegenwoordig is het allemaal weer betaald. Ja. Ja, ja, althans overigens niet bij alle modellen. Er zijn wel eens acties dat een Model S bijvoorbeeld wel weer gratis supercharger heeft. Ja. Maar het klopt dat je zegt, als je bijvoorbeeld bij een snellader gaat laden, dan kun je natuurlijk bij Tesla bij de superchargers terecht. Ja. Dan heb je niet eens een pas nodig, want dat gaat via de computer, via de Tesla zelf, reken je af. En dan heb je weer een creditcard nodig. Ja. Of een bankrekening moet toch je kopen. Toch nog een pas, ja. Maar ja, die heb je fysiek niet nodig, maar daar heb je toch een betaalmethode voor nodig. Dat gaat bij die auto's niet. Nee. Wel een mooie manier om het te doen. Eigenlijk, even los van dat zij hun eigen palen hebben, maar ook voor eigen palen, hun eigen laadstationstuk hebben. Ja. Wel gaat het je niet met een lijst en pas. Nee, dat is eigenlijk het beste. Ja. Ja, eigenlijk wel. Maar nog niet heel gemeen goed. Dus dat is Tesla Supercharger. Nou, ik zou willen kunnen zeggen van goh, nu deze modellen is het dit en dit zo. Maar dat verandert ook echt zo vaak. Zij gebruikt een beetje als sales tool ook, hè? Want ze zeggen, oh shit, we hebben iets te veel Model S'en. Ja, precies. Doe even gratis supercharge erbij. Ja, en als je dan bepaalde referral codes hebt, krijg je weer wat gratis. Ja, en anders krijgen we ook gewoon betalen. Maar laat pas dus voor normale auto's. Eén genoeg of is het Nou, in Nederland, geen? Ja, in Nederland wel. Ja. Maar ga je ook eens een keer naar het buitenland of op vakantie, dan zou ik zeker een aantal extra passen aanvragen. Ook. Ja, als het kan. Ja, je hoeft het natuurlijk niet te doen. Je kan het er ook op gokken, om het, om het gevaarlijk te zeggen. Ja. Maar nee, ik zou zeker 2 of 3 misschien wel bij je hebben. Ja. Net zoals je eigenlijk je pinpas bij je hebt, je creditcard en misschien wat contant geld, heb je ook altijd wat om terug te vallen. Ja. Dan is dat met een laadpas ook wel lekker, want je wil niet met 0 kilometer ergens staan, terwijl je passen niet doet. Ja, soms doen ze het gewoon niet op een bepaalde paal. Of het is, nee, in het buitenland niet. In Nederland gelukkig allemaal wel, maar in het buitenland niet. Nee, dat is echt nog jammer genoeg een soort van wildgroei aan leveranciers en aanbieders. Ja. Zo gaat dat. We ontwikkelen vast naar iets toe waar het dan een stuk handiger is. Maar voor nu dus, ga je naar het buitenland. Nou, advies dus 3 eigenlijk. Eigenlijk wel. Nou ja, of in ieder geval een pas van de nieuwe Motion. En dat is dan tegenwoordig Shell. Want die heeft eigenlijk met iedereen afspraken gemaakt. Dus je kan eigenlijk met je nieuwe Motion pas eigenlijk zou overal je wel heel terecht. Veel moeten terecht kunnen. Ja, precies. Maar goed, hè, die zijn misschien weer niet het goedkoopst. Dus dan moet je misschien wel in Nederland juist weer eentje gebruiken die wat. Daar kunnen we het zo even over hebben. Goedkoop, zeg maar, aan de ene kant kan laden. Maar ook, wat kost een pas überhaupt om te hebben? Of is het gewoon gratis en als ik hem gebruik, dan is het zover? Precies, nou dat kan. Hè. Ja. Dus als je zegt, ik laad sporadisch zelf. Of ik heb een pas van mijn werk, maar af en toe moet ik ook privé laden. Dan kun je een pas aanvragen die je niks kost. En waar je pas betaalt als je hem gebruikt. Ja. Maar je kunt er ook voor kiezen om een pas te nemen van bijvoorbeeld 5 euro per maand, waardoor je kosten per kilowatt iets naar beneden gaan. Ja. Dus of je betaalt voor gebruik of je betaalt voor de app. Zeg maar. Ja. Zijn daar heel veel verschillende smaken in? Is er ook een zo van, all you can eat, all you can laten, zeg maar gewoon, je mag onbeperkt laden bij alle aanbieders? Nee, zijn er eigenlijk niet. Nee, eigenlijk werken ze allemaal op dezelfde manier. Dus of je betaalt gewoon, of je krijgt het pas gratis en je betaalt iets meer de kosten per kilowatt. Of een abonnementje en dan betaal je het standaard tarief. Ja. Kan je daar nog advies op geven wat handig is? Of is het dit zal ook erg variëren. Ja, nou ja, dat hangt een beetje van je gebruik af. Als je elke dag van die pas gebruik maakt, zou ik zeggen, neem een abonnement. En betaal gewoon de standaardprijs. Maar als je hem echt sporadisch gebruikt, hè, dus die tweede of die derde pas. Ja. Ja, dat is zonde om daar elke maand 5 euro voor te betalen. Als je ze alleen maar sporadisch gebruikt in het buitenland. Ja. Ja.
Maar er waren ook op een gegeven moment natuurlijk verhalen over dat het snel laden net zo duur was als benzine tanken. Ja, Is dat nog steeds zo? Of is het... Nou, dat is een lastige discussie. Kijk, dat zou kunnen, omdat je bijvoorbeeld bij Fastnet een hoog starttarief betaalt. Van wel ruim 2 euro uit mijn hoofd. Ja. Als je eventjes van 70 naar 80% laadt, dan kan het zijn dat je zomaar 6 euro kwijt bent voor een paar kilometer. Dat moet je niet doen. Nee. Maar als jij hem in de mix gebruikt met je gewone laden thuis, dan is dat nooit duurder dan een benzine of een dieselauto. Nee. Nee. Kan je nog meer met zo'n laadpas? We hebben een tankpas, kan je vaak ook auto wassen en zo betalen. Ja, precies, of is het kan er ook mee tanken? Dat is fijn, een auto waar je vrouw ook nog aan tanken. Je kan een tankpas nemen met een laadstrip erop of met een laadchipje. En dan heb je gewoon je tankpas die je ook kan gebruiken. Okay. En dan kun je ook alle andere dingen doen, hè, dus car wash of parkeren en noem maar op. Ja. Maar met een gewone laadpas kun je eigenlijk alleen maar laden. Alleen maar laden? Ja. Of gebruiken als ijskrabber. Of, ijskrabber, een beetje zo. Heel handig. De kosten van het laden en die pas zelf, is dat iets, ik bedoel, betaalt de werkgever dat of moet je dat zelf? Wat is normaal? Ja, nou, als je een leaseauto hebt, dan betaalt je werkgever dat gewoon. Ja. Ja, dus net als tanken bij een tankstation. Ja. Gebruik je hem zelf, dan krijg je vaak een factuur thuis. En dan kun je hem betalen of je zet hem op automatisch in kassa. We hebben toch nog best wel veel tijd over laadpassen kunnen praten. Maar even samenvattend, 3 laadpassen? Ja, dat zou ik doen. Ja. En één van de New Motion? In ieder geval één van de New Motion die daar tussen zit. En dan kom je altijd wel overal uit. Maar dan kan ik nog steeds niet met mijn Kia bij Tesla laden. Nee, dat kan niet. Nee, dat is de enige nadeel. Nee, ja. Maar Tesla kan wel weer waar de Kia's kunnen laden, kan Tesla. Ja, precies. Ja. Het is gemeen. Goed. Onthouden, 3 passen, 1 van de New Motion. Dan kom je overal in Europa, in principe.